Kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier bij de CRM 125. Het is een beetje vuil. Nieuwe handschoenen, by the way, gekregen van Alpine Store. Die van hun, maar van mijn vriendin voor kerstmis. Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke kerstmis hebben gehad. En laat dan zeker weten wat jullie hebben gekregen in de reacties achter. Even voorwarmen. Bij een twee tak toch altijd. Even de show kan zetten. Dat is ook misschien een goed idee in het begin. Zeker in de winter. Even kijken. By the way, allemaal een gelukkig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Ik weet niet wanneer deze video online gaat komen, maar ik wens jullie alvast het beste toe. Dus laten we op de motor gaan springen en dan zijn we weg. Ik hoop dat alles aanstaat en dat ik er niet voor niks sta te praten. Dat heb ik juist gedaan, oké. Dat is ons schijpje. Ik wil dat de nummerplaat er ook op blijft hangen. Ja, dat zal wel zijn, zeker. Waar we naartoe gaan, denk dat ik best in het dorp ga blijven. Want het eerste keer is dat ik een toetje doe, net zoals dit is. Alright. Dus dan gaan we even wachten tot we weer door kunnen. En voilà. Eerste keer dat ik een hele grote tour doe met deze motor. Ik weet het, de kilometriek is niet echt juist. Hè, dus. Ik moet een beetje oppassen hoe ik rij. Maar ja, je voelt dat zelf wel, wanneer je 50 rijdt en wanneer je meer rijdt. Maar dus jongens en meisjes, moesten jullie deze video leuk vinden, laat dan zeker een like achter. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Hè. Ik weet niet dat de video gedaan is, maar gewoon voor te zeggen. By the way, de vorige eigenaar heeft mij gezegd, deze knop mapping, dan zou je een normale sportiever gevoel moeten hebben qua rijden, maar hij heeft er zelf niks veel van gewerkt. Dus ik ben benieuwd of ik het zal merken. Hè. Ja, waarschijnlijk ook niet, hè, want hij deed met deze motto cross en zo. Dus. Maar eindelijk, mensen, ik was zo lang aan het wachten dat er een motto, zo'n motto zoals ik nu heb, waar ik nu op rij, gewoon te koop stond. Want ik wou altijd al een supermotto en zoals ze ook zeggen, gewoon. Tweetakt heeft veel meer power dan viertakt. En waar doe ik het eigenlijk om? Ja, voor de fun rides, ik weet het, maar ook gewoon voor de power van uw bike een beetje te voelen eigenlijk, hè, vind ik toch. Ik weet niet of het algemeen gezien is. Ik rem nu ook gewoon, als jullie dat zien, maar jullie zien niet op welke ik rem, maar gewoon op mijn achterrem. Maar op mijn voorrem rem ik nu alleen nog maar, omdat die achterrem vernieuwd moet worden. En daar heb ik wel al nieuwe remblokjes en een nieuwe remschijf voor. Maar die moeten gewoon nog gemonteerd worden. En daar ga ik ook nog een video van maken natuurlijk. Hè. Dus dat komt ook helemaal in. Ik weet niet of mijn nummerplaat er nog op zit. Ik ga eens even kijken. En dan gaan we hem ook eens op mapping zetten. Hè. Eens kijken wat dat doet. Dus gewoon eens even kijken.
Even kijken. Nu wat plaatjes er nog op. En dan gaan we die mapping zetten. Zo. Dat is ook niet meer normaal, hè, man. Het getal dat hierop staat, komt niet overeen met wat ik echt rij, man. Ik moet niet denken dat ik aan het 7 ben. De power mag er wel zijn, man. Zeg het jullie, joh. Ja. Zo. Wojo. Mannen. Dat was dan ook de video van vandaag. En vooral, ik weet niet wat er allemaal kijkt. Nee, wie er allemaal kijkt. Dus. Nu, dat was de video van vandaag. Hopelijk vond je hem leuk. Laat dan zeker een like achter. Vergeet zeker niet te zeggen wat jullie hebben gekregen voor nieuwjaar of kerstmis of allebei. En wat jullie goede voornemens zijn natuurlijk. Hè. Dus, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie later. Ciao.